zijn we hier aan het doen vandaag? We zijn aan het protesteren tegen een wapenbeurs. Wij zijn tegen steeds meer wapens naar conflictgebieden sturen, waardoor die conflicten alleen maar erger worden. We zijn vooral gehersenspoeld om te denken dat wapens ook een bijdrage leveren aan vrede. Maar als je er dieper over nadenkt, dan is dat niet waar. Wapens leiden tot een gruwelijke wereld. Wat vindt u van de demonstranten buiten? Ik heb geen demonstrant nog gezien. Oké, nou ja, er staan allerlei demonstranten buiten. Gelukkig die hebben wij in Nederland het recht op een eigen mening. Klaplopers, dat zijn altijd beroepsdemonstranten. En dadelijk moeten er een paar bomen ergens worden neergehaald van luchthaven. Dan gaan ze daar demonstreren, gaan ze in de boom hangen. Hoe moeten wij IS dan bestrijden zonder wapens? Ja, onderhandelen, praten. Maar hoe zie je dat voor je dan? Ja. Daar valt niet te praten, die moet je gewoon bombarderen. Zo moet je het gewoon doen, want daar valt niet mee te praten. Dat proberen mensen al eeuwen en dat lukt niet. Met onderhandelingen moet je wat bereiken. Met die wapens bereik je niet. Maar onderhandelen met de Islamitische Staat, ziet u het al voor u? Nou ja, ik denk het eigenlijk wel. En die demonstranten hebben niet in de gaten wat hier dadelijk allemaal gaat gebeuren. En ook als die idioten allemaal terugkomen uit die kamelenlanden. Het wordt hier ontzettend een ernstige situatie. En ze hebben dat niet in de gaten. We hebben de wapens nodig. Precies, ja, daarom. Dus ze demonstreren tegen hun eigen veiligheid. Ja, hoe dom kan je zijn?